En we zijn in de laatste rechte lijn nog 300 meter te gaan. Golden Avenue van start af. Heeft nog altijd de leiding. Aan de buitenzijde komt Diamond Twix naar voren. En die komt dichter en dichterbij. Maar Golden Avenue geeft nog een puntje speed bij. En zo zijn we dan in de laatste meters. Fred Handelaar, veelvoudig amateurkampioen. En hij scoort weer een overwinning hier met Golden Avenue. Op de tweede plaats Diamond Twix. Derde Bruyère L'Otoise. Closed voor de vierde plaats. Aan de binnenkant zagen we dan het nummer 8 van Crème de la Crème. En aan de buitenzijde Shaman Rapida. We gaan over tot het huldigen van de winnaars. Als eerste wordt door de eigenaren de trainer gefeliciteerd. En dan is Fred Handelaar aan de beurt. Fred, je zegt tegen de eigenaren, dank voor het vertrouwen. Ja, er heb denk ik nog weinig anderen als de eigen zoon achter gezeten. Dus dan is het toch altijd even weer wennen voor ze, denk ik. En was het een auto? Ja, geweldig. Nee, oppermachtig. Heerlijk paard. Paardloop 20-1. Ja, pittig tempo. Ik kreeg van starten natuurlijk eentje die me ook even opduwde. En ik wou duidelijk signaal afgeven, de kop valt niet te halen. Dus dan gaan we maar een stevig tempo rijden. En dat kan ze. Hij is toch aardig handig voor zijn maat, hè? Ja, absoluut. Het is natuurlijk een kasteel van een paard. Maar nee, hoe die ook handig het band uitroetst en door de bochten, voortreffelijk. Voor dit paard kom jij graag naar de grasbaantjes. Ja, natuurlijk. Maar ook een andere baan, hoor. Heel mooi, Fred. Dankjewel. Fred Handelaar slaat toe met het kasteel Golden Avenue. IJzersterke winnaar, 20 rond, of 20 en een klein breukje in ieder geval, tijden die je niet vaak hoort op de grasbanen. En daar kunt u dan zo dadelijk extra voor in de handen. De winnaars van de NAC en Rodevis uit Urkprijs zijn geworden Golden Avenue en Fred Handelaar. En hij komt aan u voorbij, dames en heren, onze nationale trots bij de amateurrijders kon vandaag lezen en schrijven met paard nummer 2, Golden Avenue. Kasteel maakt het hier volledig waar in de vierde koers. Een applaus voor Golden Avenue en Fred Handelaar. Daar komen de baan op. Standby. Start gevallen. Paarden zijn gestart en het is na de start aan de leiding. Golden Avenue, Fred Handelaar neemt onmiddellijk de leiding. Heeft een lengtevoorsprong genomen aan de buitenzijde Donder Vreo. Derde aan de binnenzijde daarachter Diamond Twix. Galopade op de vierde plaats voor Eluna Di Quattro. Daarachter volgt Budivide Paturel en die wordt op anderhalve lengte gevolgd door... Uitgeschakeld nummer 3 galop. Terwijl Eluna Di Quattro nu is uitgeschakeld. Vervolgen de deelnemers hun weg naar de overkant van de baan. Aan de staart van het veld zien we op dit ogenblik het nummer 9 van Shaman Rapida. En voorlaatste is Kol Saidu. We hebben eigenlijk twee pelotonnetjes. Drie paarden hebben zich afgescheiden. Dat zijn Golden Avenue met Donder Vreo en dichterbij Diamond Twix. En dan een gat van 6-7 lengte tot het achtervolgende peloton. Dat weer wordt aangevoerd door Crème de la Crème. Daarachter Bruyère L'Otoise. Aan de buitenzijde van Budivide Paturel. En daarachter volgt het Hamming tweetal. Vanaf de binnenzijde Devil in Disguise naar de buitenzijde Kol Saidu. En Samantha Stalker die sluit terrein met Shaman Rapida. Als de paarden dan op weg komen naar de rechte lijn voor de tribune. Met aan de leiding nog altijd Golden Avenue. Golden Avenue heeft een lengtevoorsprong met op de tweede plaats. Daarachter nog altijd Donder Vreo. Daarachter volgt dan Diamond Twix. En zo zijn de paarden dan in de rechte lijn voor de tribune. Verder weg in het veld dan Crème de la Crème. Gevolgd door Bruyère L'Otoise op anderhalve lengte. Daarachter Kol Saidu. Dan Budivide Paturel en laatste Shaman Rapida. Dat is de situatie die we hebben als we de laatste ronde ingaan. Waarbij Fred Handelaar nog altijd soeverein aan de kop gaat met Golden Avenue. Golden Avenue voert ze de koelboxbocht en de laatste ronde in. Op de tweede plaats volgt Donder Vreo. Derde is Diamond Twix. En op de vierde plaats in aansluitende vorm Crème de la Crème. Daarachter Bruyère L'Otoise met Kol Saidu op anderhalve lengte daarachter. Volgt op dit ogenblik dan Shaman Rapida. En na wat moeilijkheden zijn losgeraakt Budivide Paturel en Devil in Disguise. En de paarden zijn voor de laatste maal aan de overzijde van de baan. Golden Avenue nog altijd de leider. Golden Avenue met op de tweede plaats Donder Vreo en derde nog altijd Diamond Twix. Daar is eigenlijk nog niets in veranderd. Hoewel Diamond Twix aan de binnenzijde wat dichterbij schuift. En de rest ook wat dichterbij komt in de vorm van Crème de la Crème. Bruyère L'Otoise, Kol Saidu en Shaman Rapida. De rest komt dan ook wel dichterbij. En dat zijn dan Budivide Paturel en laatste van het peloton.
Johnson, Devil in Disguise. En zo zijn we dan halverwege de laatste bocht met nog altijd Golden Avenue. Die nog altijd een lengtevoorsprong heeft op de tweede plaats. Donder Freo, Diamond Twix aan de binnenzijde ligt. Derde op de vierde plaats daarachter. Briello Twaas, die heeft de laatste woorden ook niet uitgesproken. En we zijn in de laatste rechte lijn nog 300 meter te gaan. Golden Avenue van start af. Heeft nog altijd de leiding. Aan de buitenzijde komt Diamond Twix naar voren. En die komt dichter en dichterbij. Maar Golden Avenue geeft nog een puntje speed bij. En zo zijn we dan in de laatste meters. Fred Handelaar, veelvoudig amateurkampioen. En hij scoort weer een overwinning hier met Golden Avenue. Op de tweede plaats Diamond Twix. Derde Briello Twaas. Closed voor de vierde plaats. Aan de binnenkant zagen we dan het nummer 8 van Crème de la Crème. En aan de buitenzijde Shaman Rapida.